debutant die ook jaren hieraan gewerkt heeft, vind ik het wel heel spannend hoe het ontvangen wordt. Erkenning na al die jaren hard werken natuurlijk ontzettend fijn. Het grootste compliment vind ik eigenlijk als mensen echt het boek lezen en begrijpen hoe ik het bedoeld heb. Afgelopen zaterdag stond er een hele goede recensie in de Volkskrant. 5 sterren, ja, fantastisch natuurlijk. Dus ik wil zelf wel helemaal door het dolle heen. De volgende paar dagen heb ik denk nog nooit zoveel gemaild en gebeld. Met natuurlijk sowieso heel veel vrienden, collega's, mensen die ik jaren niet had gesproken, die de Volkskrant hadden gelezen en via LinkedIn en dat soort kanalen contacten zochten, maar ook andere media. Een aantal programma's waar ik zelf altijd fan van ben geweest, die mij vroegen, zoals Brands, Kunststof, Nooit meer slapen, dus RTL Late Night, De wereld draait door. Maar dat is ook wel weer vrij snel afgelopen, omdat ik toch merk dat zij om een andere reden eigenlijk geïnteresseerd zijn. Dat is vooral het onderwerp van het boek en de koppeling met mijn werk. Dus het is dan forensisch psycholoog, zij heeft een boek, hoofdpersoon is iemand die met pedofiele gevoelens worstelt. Dus ze wilde gelijk weten, is het echt gebeurd? In hoeverre is het gebeurd? Is het gebaseerd op de werkelijkheid? Wat vind je? Ja, dan komen allerlei maatschappelijke issues rondom pedofilie. En ik heb zelf ook in een aantal voorgesprekken wel duidelijk gemaakt dat ik daar eigenlijk niet te veel op in wil gaan. Want het is toch een roman en het is voor mij in eerste instantie gewoon een literair werk. En over die andere dingen wil ik best wat zeggen, maar niet als ik ergens 4 minuten zit, dat ik 3 minuten daarover gaat. Dus dat was ook wel gek, want tegelijkertijd heb je ook het gevoel dat je dan een beetje je eigen glazen ingooit als je dat zegt. Ik denk dat het ook wel belangrijk is om toch vast te houden aan wat ik belangrijk vind in dit boek, of aan dit boek. Dus een aantal van die grotere programma's gaan waarschijnlijk niet door. Maar het is wel heel leuk en heel boeiend hoe het allemaal gaat.